Ja, we blijven in het Pajottenland, want de volgende burgemeester komt ook uit die richting. Dus de burgemeester van Bever, Pierre de Nijer. Luc de Nijer, excuseer. Ik ben even in de war met wat er daarnet is gebeurd. Ja. Luc de Nijer, goedemiddag en van harte welkom. Goedemiddag. Jeroen. Wij hebben nog niet zo heel lang geleden eens met elkaar gebeld. Inderdaad. Dat ging met name over ruzies in faciliteitengemeenten. En dat ging erover dat die ruzies er in Bever niet zijn. Ja, inderdaad. We zijn dus, zoals u het zegt, een faciliteitengemeente op de grens met Geraardsbergen, Lessin, Silly, Galmaarden, Herne. Dus op een drie-provinciënpunt, een kleine gemeente van 2200 inwoners, waar sedert het vastleggen van de taalgrenzen in 1963 de communautaire rust en vrede bewaard is gebleven. Ja. Ja. Terwijl u hier nog even toch iets gaan bijzetten om te drinken, want die vragen die moeten straks beantwoord worden. Dat was geen thema, hè? Zei u toen zelfs. Nee, daar wordt zelfs niet over gepraat, over ruzies tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Het communautaire is eigenlijk nooit een thema geweest in het verleden. En ik hoop dat dat ook naar de toekomst zo mag blijven. Mm-hmm. Omdat in een kleine gemeente het absoluut absurd is dat daar zoveel energie en dus ook geld zou naartoe gaan. De mensen hebben een unieke cultuur om met elkaar om te gaan. En wij willen dat graag zo behouden. Oké, prima. Ja. Een paar vragen vanuit Bever, die zijn er wel gekomen. Ja. We hebben ze een beetje gebundeld, want wie loopt dat er af en toe wel een lijn in te trekken viel. Het onderhoud van sommige straten kan een beetje beter, vinden sommige mensen. Valt daar iets voor te zeggen? Wel, het is zo dat, zoals ik reeds zei, we zijn een kleine gemeente. Dat betekent dat ook het budget navenant is. Wij proberen elk jaar, dankzij de middelen van het Plattelandsfonds en uiteraard ook eigen middelen, om een paar straten aan te pakken. En we hebben onder andere ook nu nog voor dit jaar een paar straten op het programma staan. Ja. En de bedoeling is dat we daar ook mee doorgaan. Natuurlijk, men kan niet alles in één keer gerund krijgen. Stap voor stap is de bedoeling. Stap voor stap en volgens de financiële middelen die we hebben. Ja. Ja. Er zijn een paar mensen die ook zich wat zorgen maakten of een beetje kloegen over loslopende honden, ontsnapte honden en zoiets. Was dat echt een probleem? Ja, dat is, wel, dat is bij ons op het platteland soms daarmee, een probleem. Dat mensen het niet te nauw nemen op dat vlak. En ik hoor dus op het politiecollege ook regelmatig van de zonechef dat zij zich daar niet meer willen mee bezighouden. Maar bon, dat is niet alleen eigen aan onze gemeente. Ik denk dat dat een problematiek is die voornamelijk eigen is aan het platteland in het algemeen. Ja, dat is maar bon, wij proberen de mensen te motiveren om daar op een andere manier mee om te gaan. Er worden ook gasboetes opgelegd en sommigen leren het dan wel af. Oké, prima. Een heel andere vraag. Wordt er in het centrum van Bever te snel gereden? Te snel gereden, ik denk het niet in het centrum zelf. Het enige wat daar jarenlang een probleem is geweest, is het zware vrachtverkeer dat doorheen het centrum van de gemeente kwam om de verbinding te zoeken naar Geraardsbergen of in de andere richting naar Wallonië toe. Omwille van het feit dat wij een op- en afrit hebben in de buurt van de autostrade, de E429. En dat stelde vaak toch wel voor heel wat problemen voor de zwakke weggebruikers vooral. Ja. Maar we hebben een tonnagebeperking ingevoerd en dat werpt zijn vruchten af. Maar te snel rijden in het centrum, nee. Nee. Okay. Dat is zeker niet het geval. Duidelijk antwoord. U hebt al laten weten dat er geen nieuwe termijn komt voor u. Dat is toch juist, hè? Wel, de lijst is momenteel nog niet gevormd. Oké, dat is een ander soort antwoord. De besprekingen zijn dus nog, dus het kan nog wel. Aan de gang. Alles ligt nog open, zullen we het zo zeggen? Alles ligt open. Oké, dat is goed. Oké, prima. U hebt kaas meegebracht. Ja, wel, ik ga u eerlijk toegeven, mijn collega Chris Poulaert uit Herne had dus voor u
Kartuizer bier mee, onder meer. En deze kaas wordt geproduceerd in Bever, op de kaasmakerij De Ville. Het is dus kaas gerijpt in Kartuis bier. Op die manier. Dus de kaasboerderij is werkelijk een heel mooie kaasboerderij die ook heel druk bezocht wordt door recreanten. Wel, dank u wel daarvoor. Geniet ervan. Ik kom in samenwerking dan met Chris Poelaert. Wel, die samenwerking, daar wil ik het dan even heel kort zelf over hebben. Wij zijn klein, dus we zijn blij dat we kunnen genieten van de solidariteit van intergemeentelijk samenwerken. Want die is er wel, in Pajottenland. De burgemeester inderdaad. We verstaan elkaar goed. Wel, het burgemeestersoverleg is er. En ook de samenwerking is er zeker. En zeker op momenten dat je elkaar echt zou nodig hebben als je het zelf niet aan kunt. Ik vind dat wel belangrijk. Ja. Luc de Nijer, dank u wel om helemaal naar Leuven te komen vanuit dank Bever. Dank u. U mag nog even doorschuiven. Hè? Ja, weet hoe het gaat. Ik ga eerst op uw gezondheid. Op die van u, dank u wel. Die micro moet ik niet afzetten. Ja, nee, die mag u gewoon aanhouden. Want dan heeft hij ook nodig, maar je mag nog even gaan home trainen. Oké, dat ga ik doen. Ik wacht. Wacht maar. We hebben niet zoveel tijd vandaag, Luc. Maar dat is niet erg, hè? Dat komt u goed uit. Hoe is het met u? Goed, dank u. Goed? Ik hoop het wel, Hoe is het leven, Luc? Goed, zal ik zeggen. Behalve bepaalde beperkingen die eigen zijn aan mijn persoon, maar ik ben dankbaar. Wat zijn die beperkingen? Wel, wie is Luc? Ja, vertel. Ik heb een zeer ernstige visuele handicap. En ten gevolge daarvan ben ik een beetje beperkt in mijn doen en laten. Maar ik ben heel dankbaar dat men mij zo goed heeft kunnen helpen en dat ik hier onder andere vandaag kan zijn. Wij vinden het ook geweldig dat u hier bent. Ja. En u ziet er shiny uit. Dank u. Shiny. Ah, wel, ik heb niet veel vragen voor u. Ik kan misschien één ding vragen, want daar ben ik wel benieuwd naar. Van welke moment in de afgelopen 5 jaar, Luc, heb jij het meeste spijt? Het meeste spijt? Ja. Zoiets van miljarden Luc daden beter moeten doen, man. Ja. Kan ik mij niet zo onmiddellijk voor de geest halen. Eigenlijk heb ik tot nu toe geen spijt over datgene wat voorbij is. Bepaalde dingen kunnen altijd beter. Maar je moet toch iets hebben dat je zegt van, dat kan beter, dadelijk anders moeten doen. Ja, maar ja, inderdaad, het kan altijd beter, bij manier van spreken. Is er dan zoveel bij jullie lukt dat zoveel beter kan? Wel, sommige mensen beweren dat, ja. Ja? Ja. Maar dan zijn we toch niet goed bezig? Dat weet ik niet. Dat hangt af hoe je dat beoordeelt. Ja. Goeie antwoord. Ik weet geen antwoord wat ik daarop moet antwoorden. Misschien nog een laatste. Van welk belangrijk moment in de geschiedenis was u graag getuige geweest? Dat je zegt, van daar zou ik wel bij gewild willen zijn. Zoiets. De onafhankelijkheid van België in 1830. Ja. Ja? Ja. Ik had even schrik dat je ging zeggen de onafhankelijkheid van Vlaanderen binnen een paar jaar. daar heb ik nog niet over nagedacht. Nee. Zou je daar willen bij zijn? Eigenlijk niet, nee. Nee. Moet het ooit gebeuren voor u? Voor mij niet, nee. Voor mij ook niet. Dank u wel. Dank u wel, Luc.